Je ziet er prachtig uit, schat. Hey. Ik heb nog even een broek aangetrokken allemaal hier. Ja, we moesten allebei een lange broek aan. Ik heb hier onder mijn korte broek. Hier zo. Ik werd niet toegestaan om met blote benen, ook niet voor mannen. Nee. En voor vrouwen, jij mag helemaal niks bloot. Helemaal niks. En mijn jurk was niet... Jij moest niet... er een broekje onderaan? Mijn jurk was niet lang genoeg. Dus ja, onderaan. We zijn dus bij de grootste moskee van ter wereld. Ter wereld, ja. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Bij een nieuwe vlog vanuit Abu Dhabi. We zitten nu bij het mangrovenpark. Kun je even vertellen wat je ervan vond? We hebben net een rondje door het mangrovenpark gelopen. Dat is hier. Ja. Nee, ik vond het best leuk. Maar het was wel interessant. Ja, nee, ja, het is hartstikke heerlijk om daarheen te lopen. Het is wel bijzonder. Dit zoute water hier zo midden in de woestijn. Precies. Zijn dus soort, je hebt dus een bepaald aantal plekken hier, watervlaktes met dus allemaal van die mangrovenbomen. En die kunnen dus tegen heel erg zout water, want het water is hier dus blijkbaar veel zouter dan in de rest van de wereld. Omdat er heel weinig toevoer is van zoet water. Dus daardoor is het zoute water heel erg geconcentreerd. En deze boompjes die kunnen daar dus heel goed tegen. En dan heb je dus een soort van oase, ja, midden in de woestijn eigenlijk. En we hebben net zo'n looproute gelopen hier over de brug. En we zaten een beetje te dollen. Dat was een beetje te dol. Het was een heel kort rondje. We waren er gewoon heel snel doorheen. Ja, want ik dacht echt, nou, je kan hier wel een paar uur van maken. Ik dacht gewoon dat die bomen hoger zouden zijn. Dat je dan echt een beetje door meer regenwoudachtig iets zou lopen. Ja. Maar het gewoon heel laag. En we kwamen aan en toen zei hij van, nou, zijn twee rondjes, lang en de korte. 1 en 2 kilometer. Dus ik dacht, oké, nou, doe dan maar de lange. Maar het is wel bijzonder hoor. Het is echt wel bijzonder. Goed nieuws. Het zonnetje schijnt. Het zonnetje schijnt. Voor het eerst. Een beetje minder. En het waait hard, maar hij komt af en toe toch echt boven tussen de wolken door. Wat betekent dat als hij op de huid komt, dat hij... We hebben net lekker op een steiger liggen zonnen. Echt lekker warm is. Dus we hopen dat we met een beetje een tent terug kunnen keren. Ja, absoluut. Ja. Maar ik wil dus heel misschien ook nog even naar het andere mangrovenpark. Ja, daar kunnen we ook heen. Eén deze dagen. Maar ik toch wel nieuwsgierig ben geworden. Ja. Want mensen hoorden, je moet echt naar het mangrovenpark, zo mooi. Ja, dan gaan we daarin op de kano. Ja, lijkt me best wel leuk. Je ziet er prachtig uit, schat. Hey. Ik heb nog even een broek aangetrokken allemaal hier. Ja, we moesten allebei een lange broek aan. Ik heb hier onder mijn korte broek. Hier zo. Ik werd niet toegestaan om met blote benen. Ook niet voor mannen. Nee. En voor vrouwen, jij mag helemaal niks bloot. Helemaal niks. En mijn jurk was niet... Jij moest niet... er een broekje onderaan. Mijn jurk was niet lang genoeg. Dus ja, onderaan. We zijn dus bij de grootste moskee van ter wereld. Ter wereld, ja. Gebouwd door de sheik die is overleden. Het is echt mega, het is echt een mega complex. Het is echt insane groot. En hij
heet dus de Sheikh Zayed Grand Mosque. Gebouwd dus door de Sheikh. Ja, en het is... Hoe lang geleden is die overleden? Die is in 2004 overleden. 2004, ja. Je ziet ook nog overal zijn, hij heeft dit dus niet meer zijn foto hangen. Hij heeft het niet eens meer meegemaakt? Nee, hij heeft het laten bouwen, maar hij heeft het niet meer meegemaakt. Oh. Ja. En hij... Het is de moskee met de meeste minaretten. Hoogste? De meeste goud, hoogste. Nou, het is echt alles. Maar het is dus echt... We stonden echt een paar honderd meter van de moskee af. En met de taxi werden we afgezet. En... toen gingen we dus een koepel naar beneden. Toen dachten we, hé, maar we moeten naar de moskee. Maar het is dus gewoon helemaal ondergronds. En nu zijn we al gewoon 5 minuten door zulke gangen aan het lopen, dus naar die moskee. Ja. Echt bizar. En aangezien ik een beetje slechte benen ben. Ja, Ju heeft een beetje moeite. Die moet om de havenklap naar de wc. Dus het is leuk op de roltrap staan, hè? Ja, gewoon langzaam lopen, rustig lopen. Zo. Hallo. Zo. Du ligt weer. Ik lig weer. Wat vond je vandaag? Leuke dag. Ja? Ja. Zeker. Wat vond je van de moskee? Heel tof. Echt heel tof. Supermooi, indrukwekkend. Mega groot ook. Ja, mega. Holy shit. Ja, maar heel mooi. Heel bijzonder. Ja. Nee, ik vond het weer een leuke dag. Ja. Ja. Ik ook. Ik vond het ook leuk dat we naar dat Yas Island zijn gegaan, naar die boulevard. Daar lekker in het zonnetje geluncht. Mijn strandtent. Waar we de enige waren. Waar we ook niet heel veel hebben gevlogd. Omdat het daar echt super winderig was. Dus ja, dan versta je er geen bal van. Vanwege het geluid. Maar inderdaad, eventjes lekker in het zonnetje gezeten. Heel het was best wel fris. Het waaide echt gewoon hard. Waardoor het maar 19 graden was. En zelfs, we zaten op een gegeven moment in een karretje bij de moskee, werden we gebracht naar de taxi. En zelfs de bestuurder van de taxi, van het golfkarretje, die zat te zeuren dat hij het super koud had. Hij zegt, ja, dit is helemaal niet, dit kan helemaal niet. Dus, maar goed, het schijnt dus over een maand hier echt wel weer pisheet te zijn. Ja, maar volgende week is hij alweer 29 graden. Maar dat vindt hij dus waarschijnlijk nog niet heet genoeg. Nee, dat is gewoon medium. Medium, ja, temperatuur. Precies. 19 graden is voor hem gewoon een soort van min 5 in Nederland, weet je. Alsof, ja. Hij zat ook echt met drie jassen aan. Drie jassen had hij aan. Terwijl wij zaten gewoon in een t-shirtje en een korte broek. Maar goed, het was echt mega vet bij die moskee. Ja, ik had het echt, zoals we al zeiden, we hadden al een beetje verteld toen we erin waren. Maar het was moeilijk om daar te vloggen, omdat... Ja, het werd niet echt gewaardeerd of prijsgesteld. We hebben zo'n microfoon bovenop die camera zitten. Maar daardoor lijkt die camera dus ineens een soort van professionele filmcamera. Dus we hebben al een paar keer gehad dat als we ergens binnenkwamen... dat ze ineens een soort van als Bambi in de koplampen naar dat ding aan het kijken waren. Alsof we een soort van professionele televisieploeg waren. Ze moest dat ding eraf en dat vinden ze allemaal maar raar. Dus, maar goed, in die moskee, ik echt insane hoe groot
dat was. Want toen we het laatste dat we hebben gevlogd, toen waren we nog naar onderweg naartoe. Dat was dus helemaal ondergronds. Liep je dus helemaal over van die loopbanden, wat ze op vliegvelden ook hebben. Voor mensen die slechte been zijn. Maar daarbinnen is het echt bizar. En ze hebben, ja, je hebt de beelden gezien. Het was ook echt mega druk. En je moest helemaal een soort van, je hebt helemaal aparte fotoplekken waar je dan een foto mag maken. Je mag niet overal zomaar stilstaan. Ja, het was leuk. Ju was helemaal ingepakt. Helemaal? Ja. Ja. Zelfs met die mondkap op, dan had je eigenlijk gewoon een soort boerka aan. Ja, alleen mijn ogen zag je maar. Ja, het was heel vet. Pracht en praal. Echt goud op al die dingen. Ja. Grootste gewoven, zeg je dat? Nee, geweven. Het grootste geweven tapijt. Handgeweven tapijt ter wereld. Je hebt dus een hele grote buitenplek. En dan ook binnen dus, echt met tapijt. En dat was echt super vet. En die kroonluchters, dat schijnen dus de duurste en de grootste en alles ter wereld te zijn. Dus Sheikh Zayed heeft goed zijn best gedaan bij de bouw. Zeker. Toch? Ja, absoluut. Ik vraag me dan oprecht wel alleen af of het dus echt alleen een toeristische trekpleister is. Of dat nog gebruikt wordt. Of dat er echt daadwerkelijk 1000 man aan het bidden zijn, laat maar zeggen. Dat idee kreeg ik niet echt. Maar hij is natuurlijk middags wel dicht. Ja, ik weet niet precies. Hij gaat pas om 3 uur open, ja. Dus het kan zijn dat het 's avonds zo is, hoor. Maar ik had meer het idee dat het een soort van museum was. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, snap helemaal wat je. Want toen we er waren was er niks, was het echt museum. Echt toeristen gewoon. Ja, alleen maar goed, toeristen. Maar als het dat maar 3 uur per dag is. Ja. Ik weet het niet. Ja, misschien doen ze dat gewoon een bepaald frame. Ja. Tijdframe, ja. Tijdslot. Maar goed, dat gaan we nog even opzoeken. Voor nu gaan we eventjes slapen. Slapen? Het is inmiddels, hoe laat is het hier? Het is 9:15 Abu Dhabische tijd. Voor ons biologische klokje is het pas 6 uur. Dat is, ja, langzaamaan wennen we een beetje. Ja, langzaamaan. Maar het is pas 2, hè? Ja. En morgen gaan we dus naar, we weten dus niet hoe we het uitspreken. Al-Ain. Dat is een stad hier 150 kilometer vandaan. Ja, richting de grens van Oman. Ja. Ligt aan de grens van Oman. En dan gaan we daar een dagje toeren. Ja. We worden om 8 uur al opgehaald met de bussie. Moet vroeg op. Dus, 7 uur ontbijten. 7 uur ontbijten, vol stouwen. Nee. Alsof we de hele dag ook gaan hiken. Hiken? Dat is helemaal niet. Nee, we gaan daar een beetje door de stad verkennen. Ja. Museum bezoeken, weer een museum gaan we bezoeken. Nee, weet u niet of we dat gaan doen, hoor. Nee. Kijk wel even. We hebben geen idee wat er te doen is ook. Dus dat moeten we eventjes uitzoeken. Even uit gaan zoeken. Het schijnt wel bijzonder mooi te zijn. Ik vind het wel leuk. Ik ook. Tot morgen. De groeten.